Ja, het heet een mozaïekroman. We hebben er nog wat discussie over gehad of we dat zo moesten noemen. Mijn idee kwam omdat ik erg geïntrigeerd was door die mozaïekfilms die in de afgelopen 10 jaar zijn gemaakt. Zoals Babel, Amores Perros. Magnolia. Magnolia, Crash, maar eigenlijk was de eerste volgens mij Shortcuts. En dat was gebaseerd weer op verhalen van Raymond Carver, waar ik zelf ook fan van ben. Wat me erin aantrok, vooral in Babel, is het feit dat mensen hele heftige contacten hebben in een wereld die ja, groot, warrig, chaotisch is. Contacten komen uit allerlei landen. En ontmoetingen zijn heftig en houden daarna ook weer op. Ik heb dat al eerder ook een keer als voorbeeld genoemd in een artikel wat ik erover schreef al. Dat in Babel wat mij heel erg trof was dat op een gegeven moment een van de hoofdpersonen in Marokko reist, neergeschoten wordt. Zij wordt naar een klein dorpje gebracht, ligt daar dood te gaan en wordt verzorgd door een vrouw die geen woord met haar spreekt. Maar ja, die in feite een moederrol op dat moment heeft en haar bijstaat echt op een heel zwaar moment. Haar man is ook weg. En even later komt de helikopter, wordt zij uit die plek gezogen, terug naar het Veilige Westen. De ironie wil ook nog dat haar man geld wil aanbieden aan die mensen die dat weigeren, omdat ze zeggen, of eigenlijk daarmee laten zien, daar gaat het niet om. Weet je, het is een soort indirecte humaniteit die daar uitspreekt. Een essentieel contact. Maar omdat in deze wereld alles mogelijk is, qua reizen contacten die, ja, het gaat natuurlijk ook verder als je het over Facebook hebt en dat soort dingen. Maar het is gewoon steeds meer mogelijk dat je veel met elkaar meemaakt, maar dat het ook zo weer verdwenen is. Dus dat gegeven vond ik heel interessant en eigenlijk was ik al langer verhalen aan het schrijven. En heb ik dat er vervolgens in gewerkt, zeg maar. Ook als een spel voor mezelf eigenlijk. Ja. Je zei, er was discussie over. Waarom was er discussie over? Nou, er was discussie over het feit of... Want de term mozaïekroman is nog niet zo bekend. Nee. Eigenlijk gewoon nauwelijks. Ik ken er ook niet heel veel in de Nederlandse literatuur. Nee, en als je op internet kijkt, dan bestaat de term op zich wel. Maar in het Nederlands ook? Ja. Oké. Okay. Maar ja, ik heb het nog niet echt weten te ontdekken. Maar ik dacht, ja, dat maakt het juist extra leuk eigenlijk om iets nieuws te introduceren. Maar er is de vrees natuurlijk wel altijd dat zoiets misschien niet herkend wordt of een te vreemde term is. Dus was het niet zo van, nou, moeten we misschien toch gewoon het een verhalenbundel noemen. Maar ja, ik dacht, ja, de meerwaarde zit in het spel wat in het boek zit, dat je zelf kan ontdekken welk personage in het verhaal van een ander personage even langs komt schuiven. Dus ik maar heb dat daar is het, toch... dat is het spelletje. Dat is het spel. Want het, laten we zeggen, het spel in het filmgenre is natuurlijk dat er... Want dit zijn 7 verhalen, als ik me niet vergis, ja. die stand-alone zijn. Ja. En het in het filmische principe zijn het vaak ook nog parallelmontages natuurlijk. Ja, en het is ook niet te vergelijken met de film, omdat je het... In een film herken je een persoon gewoon, omdat je hem ziet. Dus je ziet ineens, oh, daar is die man weer. Ja. In een boek kan je dat niet doen, dus moet je het met details gaan beschrijven. En ik wilde het ook weer niet te overduidelijk doen. Dus merk ik ook al dat sommige mensen zien het wel en volgen het en anderen niet. Maar ik merk ook al dat het niet zo'n probleem is, omdat die verhalen ook op zichzelf staan. En ook ieder op zich eenzelfde soort... ding aangekaart worden, ook al gaat het over hele verschillende mensen in hele verschillende delen van de wereld met een totaal verschillende komaf. Maar allemaal hebben ze wel hun eigen existentiële crisis uit te vechten. En dus dat verbindt hen ook weer. Want zegt het motto van het boek iets over het verband tussen die verhalen? Ja, maar dat is eigenlijk meer toeval. Eén verhaal heette al Scherpte Diepte. Dat gaat echt over een fotograaf die zijn overleden vader fotografeert, die ook fotograaf is. Hij gebruikt daarvoor de camera van zijn vader.
En hij fotografeert dus het dode lichaam van zijn vader en stelt verschillende diafragma in. En dat is letterlijk dus het, de scherpte, diepte bepalen. Dat vonden we een mooie term toen, toen we zaten na te denken bij de bezige bij over de titel. Maar ik bedacht me later, het is een prima woord ook, omdat elk verhaal focust letterlijk op één persoon. En in de... zeg maar, in het gedeelte wat niet in focus is, schuift weer het personage uit een ander verhaal. In de vage achtergrond. Ja, in de vage achtergrond. Want je scherp, je stelt dus als lezer telkens scherp op die persoon over wie je leest. Maar het motto zegt ook iets over dat, dat jij of dat de auteur of dat degene die het citaat ooit bezigde in alles is. Sorry, wat bedoel je precies? In alles is. Het motto van het boek. Ja. Misschien kan je het erbij pakken. En, wat precies? Het motto van het boek. Ja, oké. Okay. Want daar, is dat het verband of niet? Je bedoelt de quote van Joni Mitchell? Ja. Ja, die kwam eigenlijk veel later pas, die quote. toen alles al af was en ik dacht, ja, maar ik zoek nog eigenlijk iets... wat het weer allemaal verbindt. Want jij bent het verband, dacht ik. Na... Ja. Ja, dat is ook zeker zo. En dat is letterlijk, want de quote komt uit Hijira van Joni Mitchell, een nummer van haar. En volgens mij heet de hele plaat ook zo. Maar dat is dus, I see something of myself in everyone, just at this moment of the world. En een deel van deze verhalen is... is gewoon gebaseerd op ontmoetingen die ik heb gehad en als journalist. En dat ik in de huid van die mensen ben gekropen. En eigenlijk ben gaan proberen me in te leven hoe zij zich voelen. En daarbij zijn ze eigenlijk weer op zichzelf staande personages geworden. Losgezongen van de mensen die ik ooit heb ontmoet, zeg maar. Want het waren vaak korte ontmoetingen, gewoon op reis of in een interview. Maar dan was er iets wat opviel en waarvan ik dacht... Maar dit staat ergens voor. Het bleef hangen. En vaak kan je het in een interview of in een stuk wat je schrijft helemaal niet gebruiken. Maar ja, ik schreef dat dan op in een notitieboekje. Zo van, interessant. Zo. Ja, want even voor alle duidelijkheid. Ja. Je werkt voor NRC Handelsblad, hè? Ja. Als journalist. Ja. En die personages en die voorvallen rondom die personages, die staan ergens voor, zeg je, hè? Ja. Er is een Tunesisch jongetje dat voor een besnijdenis staat. Er is sprake van een ziek kindje. Is er in het algemeen iets te zeggen over waar die gebeurtenissen voor staan? Ja, maar wil je misschien dat ik eerst uitleg hoe überhaupt die momenten zijn geweest? Ja, graag. Want Boubacar is het laatste verhaal in het boek. En dat gaat inderdaad over een Tunesisch jongetje dat eigenlijk aan de vooravond staat van dat hij besneden wordt, maar dat zelf niet weet. En ik was ooit in Tunesië en was in Nefta, een gebied bij de Sahara, snoeiheet. En ik was daar met iemand samen en wij werden uitgenodigd om eigenlijk, dat was heel grappig, want ik merkte toen welke rol je hebt, of welke rol je kan hebben als vrouw in een Arabisch land. Dat was heel, heel interessant, want ik mocht en mee in de avond palmwijn drinken in de oase met de mannen, de lokale bevolking. Maar toen wij dus uitgenodigd werden voor die besnijdenis, mocht ik het huis in bij de vrouwen, terwijl de mannen allemaal buiten blijven en staan te roken. Dus ik had toegang tot beide werelden. En ik was toen erg bezig met fotograferen en vroeg of ik dat mocht doen. Dus ik heb toen in besnijdenis gefotografeerd en er voor trouwens een stuk over geschreven. Maar wat ik zag was dat in die vrouwenwereld die jongen dus werd aangekleed, opgetut, alle aandacht kreeg van iedereen die om hem heen was. Ik bedoel, het hele dorp was daar, bij wijze van spreken. Vervolgens naar buiten werd genomen in een auto van een rij of zeven. En er muziek werd gemaakt. En die echt uren ging het maar door voordat het überhaupt ging gebeuren. En hij was gewoon helemaal in een soort trance geraakt. Ze ging ook naar de plaatselijke heilige. En
dat fenomeen dat ik dacht, ze doen dit besnijden echt op late leeftijd, deze jongen was 6. Ze doen dat zonder verdoving. Dit is hun manier om het zo zacht mogelijk te maken voor dit kind. Namelijk om hem helemaal in hogere sferen te brengen. En dan op het cruciale moment wordt er even snip gedaan. En vervolgens ligt hij bij zijn oma. En komt iedereen geld in een mandje leggen. Maar waar het voor staat is dan het verzachten van de pijn. Ja, en het feit dat mij intrigeerde het van hij weet niet wat er aan de hand is. Hij leeft sowieso in zijn eigen kinderwereld. Hem wordt niet verteld wat er gebeurt. Maar ze proberen wel in die dans rondom hem het zo licht mogelijk te maken. Dus eigenlijk is er heel veel zorg om hem zorgeloos te laten zijn. Terwijl ze allemaal denken, ja, dit is wel even rot wat er gaat gebeuren. En het is dus inderdaad een verzachting van de pijn. In alle verhalen gaat het er bij iedereen over dat ze bezig zijn met moeilijke momenten in hun leven. En dat ze zelf proberen een weg erin te vinden. En de een weet wel de pijn te verzachten en de ander helemaal niet eigenlijk. Of probeert juist heel hard voor zichzelf te zijn, maar kan dat ook weer niet aan. Ja, zoals de bokser in het verhaal. Waarom werd het dit boek? Sorry? Waarom werd het dit boek? Ik weet eigenlijk niet wat je mee bedoelt. Uit alle 100.000 andere boeken die je had kunnen schrijven, waarom werd het dit boek? Ja. Lastige vraag, vind ik wel. Het begon met een verhaal. Het allereerste verhaal heb ik denk ik 6 jaar geleden geschreven. Dat was ook gebaseerd op iets wat ik als journalist had meegemaakt. Ik was ooit 3 maanden als freelancer in New York. En toen had ik ergens op internet een verhaal gelezen over studenten die poëzie lesgeven op Roosevelt Island bij een ziekenhuis. Ze gaven poëzieles aan totaal verlamde mensen. En dat vond ik zo'n waanzinnig idee. Dat ik wilde dat gewoon zien. Toen was ik daar. En ik bedoel, Roosevelt Island heeft een soort, ja, volgens mij is het een staatsziekenhuis of zo. En het was echt one flew over the cuckoo's nest daar. Ja? Ja, echt totaal bizar. En er zaten in die zaal waar ze dus poëzieles kregen, zaten gewoon echt, ja, één iemand kon met zijn linkeroog knipperen, de ander kon met een pen in zijn mond net zo op het alfabet cijfers aan, aantonen. En er was dus ook echt één vrouw die alleen met haar linkervoet met heel veel moeite een letter kon aanwijzen, terwijl iemand het alfabet voor de hield. En daar was een zwarte vrouw die heel dik was en die in een rolstoel zat. En die vertelde me het verhaal dat zij daar op die plek, op die hopeloze plek waarvan je ook wist, ze komen hier niet meer uit, ze zitten hier vast, ze hebben allemaal ellende, allemaal moeilijke dingen meegemaakt. En zij zat daar ook met, niet afgezien van dat ze heel dik was, met een glazen oog en ze had HIV opgelopen. En toch was daar een man met glaucoom, die nauwelijks haar kon zien en die verliefd op haar was geworden, die ook in die klas zat. En zij waren met z'n tweeën een soort team tegen de rest van de wereld. En hij had haar in een poëzieklas ten huwelijk gevraagd met een gedicht. Terwijl het volgens mij onmogelijk was voor hun om te trouwen door allerlei omstandigheden. Dus zij leefde ook weer in een totale illusie samen, maar het was het enige houvast. En dat, ze verzacht dezelfde pijn. Ja, en in een verhaal wat ik schreef voor Trouw ging het natuurlijk over studenten geven les in poëzie. En hoe ging dat dan? En dan inderdaad wel heel kort iets ook over hun geschreven. Maar dat waanzinnige liefdesverhaal, dat bleef hangen. En ook het feit dat het zo hopeloos was. Dus ik ben gewoon gaan schrijven en toen kwam er vanzelf een stem die volgens mij de stem van die zwarte vrouw was. Is het de? En dat is elke keer zijn er gewoon momenten geweest dat ik zag bij een ontmoeting iets waarvan ik dacht,
Weet je, dit staat voor veel meer. En daar omheen ben ik gaan schrijven. Dus ja, hoe dit boek, waarom is het dit boek geworden? Het komt gewoon, ja. Nou, waar me aan doet denken, wat je zegt, is dat het misschien wel de vergrotende trap is van de journalistiek. Ja. Ja, maar journalistiek kan alle kanten op. Je kan ook zeggen, journalistiek is degene die je tegenover hebt. Streng ondervragen, dingen eigenlijk ontdekken en naar boven brengen, waarvan het volk het recht heeft om het te weten. Onderzoeksjournalistiek, politici het vuur aan de schenen leggen. Maar dit is iets heel anders. Dit is een andere kant. Het is eigenlijk de kant van de journalistiek die ook belangrijk is. Gaat over meer de culturele kant, het inleven in wat kunstenaars doen, schrijvers, bedoel. Het maar begrijpen van een ander. Maar er is een ander scheidslijn, toch? Het is een, ja. Luister, doordat je, het zijn gebeurtenissen uit de werkelijkheid, maar je fictionaliseert toch. En dat maakt het tot kunst. Ik bedoel eigenlijk met de overtreffende trap niet zozeer een waardering uit te spreken. Maar kennelijk, je klinkt alsof de journalistiek iets brengt of iets oplevert dat in de literatuur voortgaat. Ja, maar wat ik vind is dat de journalistiek zorgt ervoor dat je altijd telkens weer opnieuw in te gekke situaties terechtkomt. En als je in staat bent om te observeren. En ik bedoel, ik heb heel veel gefotografeerd altijd. En dat is gewoon ook een kant die mij altijd geïnteresseerd heeft. Ik heb ook lang getwijfeld, word ik fotograaf of wil ik schrijven? Ik ben er nooit helemaal goed uitgekomen. Maar afgelopen jaar heb ik ook veel fotografie geschreven. En dat was eigenlijk heel mooi, kwam het samen. Maar het is echt het. Journalistiek zorgt ervoor dat je op bizarre plekken komt en dingen meemaakt en dat je het kan opschrijven. Maar voor mij is het in het schrijven van dit alleen een uitgangspunt geweest. Ik bedoel, ik denk dat de diversiteit van wat ik heb meegemaakt ervoor heeft gezorgd dat ik. Het heeft me een kans gegeven dat soort dingen op te pikken. Maar de vraag blijft natuurlijk: wat maakt dat je. Dat er dan nog een behoefte, na het journalistiek schrijven, nog een behoefte overblijft om er literatuur van te maken. Ja. Ja, die heb ik eigenlijk altijd gehad. Omdat ik eigenlijk beschouw ik het niet meer als journalistiek, maar bijna meer als een filosofisch proces. Want in feite denk ik wat ik doe is. Het maken van de literatuur is. Ja. Ja. Ja, vind ik een filosofisch proces. Het literaire schrijven is het filosofisch proces. Ja, want in feite vind ik dat wat ik probeer is gewoon. Ik zie één ding en ik denk, dit staat voor een existentieel probleem. En dan ga ik er naar zoeken wat het is. En al inlevend komt er een verhaal. En dat heeft ook niets meer te maken met de persoon die ik ooit ben tegengekomen. Want er komen allerlei onverwachte invloeden bij. En weet je, ik schrijf ook niet in één keer iets op. Ik ben continu aan het schaven. En de bokser in mijn verhaal is pas in november een Mexicaan geworden. Daarvoor was hij een Nederlander, omdat ik het even niet anders wist. Maar ik dacht, dat is nog niet genoeg. Dat klopt niet bij deze persoon. En eigenlijk is een bokser vaak iemand die zich enorm heeft opgewerkt. Dus ik dacht, als hij nou een immigrant is, die vanuit Mexico in Amerika is gekomen en dan ook nog eens gaat boksen, dan heeft hij een dubbele laag. Dus ja, dat is dan zoeken tot iemand klopt, zeg maar. Dat, zo werkt het een beetje. Maar het is een ander soort onderzoek, als ik je begrijp, dan het journalistieke onderzoek. Ja, absoluut. En het is dus, mij gaat het om elke keer weer te begrijpen voor mezelf. Waardoor iemand wordt gekweld of wat gewoon zijn probleem is waar die mee zit in zijn situatie. En ik heb zelf een tijd lang gebokst. Ik heb veel boksers gesproken. En wat ik wist was dat een bokser. Ik vind boksers echt geweldig. Ik bedoel, ik vind dat hele, hele moedige mensen. Omdat je
niet alleen die zware confrontatie hebt dat je tegenover iemand staat in de ring en gewoon hele harde klappen kan krijgen, maar wat eigenlijk nog veel erger is, is dat je los van die klappen moet blijven staan en moet doorgaan en zo over je eigen grenzen moet gaan. En zo'n, dat is al echt heel erg zwaar, maar los daarvan is eigenlijk wat nog veel zwaarder is, is al die maanden daarvoor dat je jezelf disciplineert. En dat is niet alleen in heel gezond eten, niet drinken, maar ook geen seks hebben. Ook in je eentje je voorbereiden met een eindeloze regelmaat die echt gekmakend is. En dat allemaal voor een wedstrijd die soms niet goed geld oplevert of alleen maar een wedstrijd is in de hoop dat je dan eindelijk iemand kan uitdagen waar het je eigenlijk wel om gaat. Of die maar 2 minuten duurt. Ja, het is gekmakend als je nadenkt wat je ervoor over moet hebben en hoe, ja, hoe klein de kansen zijn dat het eigenlijk wat wordt. Dus ik heb ooit iemand geïnterviewd in Upstate New York, een bokser. En wat mij toen opviel was dat hij in zijn tijd dat hij zat te, ja, ik bedoel, hij was daar een paar weken bezig, was daar in de sneeuw, in een geïsoleerde plek met een paar andere, zijn trainer en sparringpartners. Maar hij was gewoon echt dood alleen, echt zo vereenzaamd. En hij was, ja, had het gewoon grote moeite mee. Dus hij had al het meubilair in het kamertje waar hij zat en in het huisje waar hij sliep, had hij richting tv gezet. En toen vroeg ik van, hè, waarom heb je dat gedaan? Toen had hij dus een imaginaire familie gecreëerd. En dat zegt zoveel, dat gewoon dat is het uitgangspunt om te gaan denken, oh ja, dus boksen is dat afzien, dat uitzicht in dat je dit soort rare dingen gaat doen. Wat is het nog meer? 5 jaar later was ik in Florida en toen zag ik dat iemand daar heilige flesjes water verkocht. En dacht ik, ja, je bent natuurlijk ook, boksen zijn heel vaak met religieuze rituelen bezig. Dus ik dacht, ja, deze man moet gewoon verslaafd worden aan heilig water als zijn houvast. Dus dat, ja. Weet je, zo komt het een met het ander samen en ben je gewoon langzamerhand, komt er iemand uit die zich wil disciplineren, die geest wil. De geest moet de overhand hebben voor dat zwakke lichaam, maar hij kan het niet. En dus gaat het toch mis, ja. En is de onderstromigheid dan, zit ik mij nu af te vragen, in al die verhalen doorgaan? Wat maakt dat mensen doorgaan, überhaupt? Met streven, met leven, met ja, waarschijnlijk voor een deel omdat ze die illusies kunnen creëren voor zichzelf of het leven kunnen verzachten voor zichzelf. Soms lukt dat ook. Ook het feit dat de keuze is nog altijd nogal bruut. Want als je het echt niet ziet zitten, dan zou je het toch echt de hand aan jezelf moeten leggen. Dat is ook wel heel radicaal. Maar ik denk eigenlijk, als ik erover nadenk, het verhaal wat ik voorlas, net een stukje over Bob. Eigenlijk van alle mensen is hij de enige die vrij is. De rest is dat niet. Want vrij in welke? Vrij in de zin van dat hij die angst voor de sterfelijkheid, voor dat nare dingen je kunnen overkomen, die heeft hij allemaal achter zich gelaten. Want ik bedoel, hij loopt daar met een verrot lichaam en moeie benen en hij kan het bijna allemaal eigenlijk niet meer aan. Maar hij denkt, ik reis net zo lang door tot ik ergens sterf. En ik heb mijn liefde en mijn vrouw al gehad. En ik heb de hoogtepunten al gehad met het restaurant waar ik in heb gewerkt. En ik laat alles achter me en ik ben hier. En ook weer iemand die ik 1 dag in Vietnam heb ontmoet. Een man die mij dat gevoel gaf. Dat hij vrij was. Ja, omdat hij zo, hij had gewoon 1 buideltje met een paar bezittingen om zijn nek. En hij was zo kwetsbaar. En je denkt echt van, oh mijn god, bedoel, je kan niet eens die boot opklimmen. Maar
als vanzelfsprekend waren de hele tijd mensen om hem heen die hem hielpen. Omdat je zag dat zijn kwetsbaarheid oprecht was, omdat hij geen angst ervoor had. Omdat hij in de busje waar we naar Halong Bay scheurden, op een levensgevaarlijke weg, hij continu heel hard moest lachen. Als we bijna een botsing hadden, omdat hij zoiets had van ja, maar... Nou ja, ja, ik zei nog tegen hem, ja maar verdorie, ik ben nog heel jong, ik wil nog heel lang leven. Nou, hem kon het niks meer schelen. En dan ben je wel heel vrij. Ja. Dit is je debuutroman. Heb je in het schrijven voorbeelden? Ja. En grappig genoeg is dat totaal geen, echt geen enkele Nederlandse schrijver. Het zijn alleen maar Amerikanen. Oké. Okay. Ja. Kan je ze noemen? Ja. Raymond Carver heeft dus veel invloed gehad. Dat las ik, denk ik, nou... 15 jaar geleden of zo voor het eerst. Ook daar omdat het, hij ook vaak één moment neemt van iemand zit met iets, topt met iets, heeft gewoon een confrontatie met zichzelf. En dat beschreef je dan heel kort, sec, soms zelfs in 5 pagina's. Maar met zo'n intense sfeer. Salter kan dat ook heel goed. Ik was ook wel een tijd lang erg geïntrigeerd door Paul Auster. Die ook... Het zijn ook momenten, hè? Ja, en het is ook nog wat anders. Zeker bij Auster vond ik dat wel. En ik moet trouwens iemand niet vergeten, want Hemingway is de eerste die ik ooit heb gelezen. Okay. En die bewonder ik erg vanwege... De droge, korte stijl. En dat je niet moet beschrijven wat er aan de hand is. Of letterlijk, zeg maar, uitpluizen en voorschotelen aan de lezer. De actie. Maar juist heel afstandelijk, heel sec. Soms, weet je, van hem heb ik echt... onthouden dat The Garden of Eden was een boek, dat is volgens mij wat minder bekend, maar dat een verliefd stel ergens zit te ontbijten en dat je gewoon de manier waarop zij hun eieren eten, dat je daarin al voelt hoe heftig een liefde is. Ja, en dan denk je van wauw, dit is echt te gek. Dus dat was de eerste. Wat je beschrijft, het zijn, als ik me niet vergis, ook zouden ook fotografische momenten kunnen zijn. Ja, dat is wel zo, ja. En ik vind het interessant als je van buitenaf iets beschrijft, omschrijft, ernaar zoekt en dat hopelijk je dat zo doet dat de lezer zelf weer kan invullen. En ik denk ook wel misschien dat het een soort vorm van fenomenologie is. Ik heb het altijd geleerd als... Je laat in feite de dingen uit zichzelf naar voren komen. Maar dat doe je dus al zoekend, al schrijvend, probeer je tot die kern door te dringen. En ik denk eigenlijk dat ik dat het interessantste vind. En ik vind ook, in zoals Carver schrijft dan... Die laat ook een flits zien of een moment. En vanuit daar kan je concluderen van... Nou ja, eigenlijk is dit wel het probleem waar deze persoon mee zit. Maar zo kijk je ook foto's, toch? Zo kijk je ook foto's. Zo maak je niet alleen foto's, maar zo kijk je ook foto's, denk ik. Dat je naar een beeld kijkt en het probleem opzoekt? Ja, invult. Het verhaal erbij fantaseert. Misschien wel de handeling verzint. Ja, maar alhoewel beeld nog wel iets anders doet. En dat is soms direct gevoel communiceren. Waarbij de tussenlaag van het beschrijven gewoon helemaal geen rol speelt. En dat vond ik wel heel leuk. Want ik heb in één verhaal inderdaad een aantal foto's beschreven. En toen ik dat ging doen, toen... Ja, het grappige was dat het me toen ook heel diep raakte. Omdat ik eigenlijk probeerde te verwoorden wat ik zie en... ik noem maar iets.
volgens mij is het van John McCullum, is een foto in Biafra die hij heeft gemaakt. Van een vrouw die gewoon zo'n honger heeft en bedoel, verlepte borsten en een kind probeert er nog aan te drinken. Dat heeft geen zin. Bedoel, het is een, je zou bijna kunnen zeggen, het is een cliché beeld, maar... Eind jaren 60 hebben we het over. Ja, en dat is het ook weer niet, omdat het gewoon toch een heel sterke foto is. Omdat haar blik zegt van... Ik ben nog steeds een mens en ik ben waardig. Maar dat zit in haar ogen. Maar dat, als je naar een foto kijkt, dan zie je dat meteen en voel je dat. Dus je denkt er niet over na. Maar ik moest nu erover nadenken door het te beschrijven. En toen ineens raakte het me heel diep. En dacht van verdorie, dit is dus de kracht van het beeld. Is direct op je gevoel kunnen spelen. En ook eigenlijk... voelde ik ook nog hoor, dat mijn woorden tekort schoten. Terwijl je het in de literatuur als lezer zelf moet uitzoeken. Ja. Ja. Maar ja, de kracht van het beeld is eigenlijk niet te vergelijken met de kracht van het woord, vind ik. En toch kies je voor het woord. Ja. Ja. Ja, omdat ik wel ontzettend fijn vind om... En ik denk vaak dat ik in mijn recensies over fotografie die ik heb geschreven... of in gesprekken met fotografen ook altijd weer gezocht heb naar... wat wil jij eigenlijk uitdrukken? Of wat zegt jouw beeld over de wereld? Want iedere fotograaf die in ieder geval, denk ik, goed is... die kan spreken door zijn fotografie. Die kan laten zien hoe hij over de wereld denkt. Dat denk ik echt. Maar geldt dat voor de schrijver ook? Ja, dat weer wel. Dus dat is wel een overeenkomst. Ja, dat denk ik wel. Ja.